Wat is eigen? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic, uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Goeiedag kijkers, mijn naam is Valentino Landveld. We zijn weer met de nieuwe aflevering. We hebben hier Gregory Wijngaard, de oprichter en voorzitter van Sons of Slaves. Afkorting is SOS. Wat hij in Suriname is komen doen, weten we niet precies. Maar meneer Gregory Wijngaard is een aantal dagen al in Suriname. Dus wij gaan een kort gesprek met hem voeren. Wat hij in Suriname is komen doen. Is hij komen sporten of is hij de Surinamers komen ondersteunen? Dus blijft u volgen, blijft u kijken. Wij komen zo bij u terug. Goedendag meneer Gregory, de welbekende Gregory Wijngaard. Voordat wij in ons gesprek gaan, gaan wij u de volgers en kijkers laten groeten. Goedendag alle kijkers, mijn naam is Gregory Wijngaard. Inderdaad voorzitter, oprichter van SOS, Sons of Slaves Brotherhood. We zetten ons in voor de belangen van de nakomelingen van tot slaafgemaakte. En jullie horen straks meer erover toch? Jawel, meneer Gregory Wijngaard, u bent een aantal dagen in Suriname en men wil weten wie is Gregory, wat is Gregory komen doen in Suriname, is hij op vakantie of is hij de Surinamers komen ondersteunen omtrent de ontwikkelingen in Suriname die nu plaatsvinden? Kijk, ik ben eigenlijk gekomen om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de Surinamers. Maar ondertussen geniet je toch elk moment dat je in Suriname bent, ben ik toch een beetje stiekem op vakantie, toch? Dus het was wel even spannend, omdat mijn naam op een lijst was gezet, et cetera, van de VHP destijds. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar ik ben in ieder geval gekomen en ik ben er. Oké, u praat over uw naam op een lijst. En weet u precies onder welke reden uw naam tevoorschijn komt op een lijst van VHP? Het zou gaan volgens mij om belediging van de president. Het was toen ook al in Nederland tijdens die protesten die we daar hebben georganiseerd. En ik vermoed dat het daar vandaan moet komen. Misschien omdat ik kritisch ben en dat ik dingen zeg die die mensen niet graag willen horen. Dus, het zou uit die hoek moeten komen. Hun naam staat erboven. Handtekening van de president staat eronder, dus... Voor mij gaat het uit die hoek uitkomen. Oké, meneer Gregory Wijngaard. U bent een aantal dagen in Suriname en u had beloofd dat u de Surinamers gaat helpen, ondersteunen. Wat zijn uw volgende stappen na een paar dagen rust? Want u bent een aantal dagen al hier in Suriname. Ja, ik ben gekomen en natuurlijk ben ik opgevangen hier door mijn broeders. Dus we hebben echt een dag ook genomen, twee eigenlijk. Eigenlijk het weekend, om gewoon lekker samen... te eten, te drinken, te genieten, zoals hoe het eigenlijk hoort, zoals hoe wij gewend zijn in onze community. En nu is het weekend voorbij, dus we zijn druk. Oké, en bepaalde mensen zeggen Gregory Wijngaard is welkom. Je hebt bepaalde mensen negatieve comments, positieve comments. Hoe reageert u op de negatieve uitspraken van de Surinamers? Die zeggen wie is Gregory Wijngaard? Een Nederlander komt naar Suriname om ons te ondersteunen. Wat gaat hij voor ons kunnen betekenen? Hoe reageert u op zo'n negatieve uitspraak? Ik ga altijd door met positiviteit pushen en ik ben altijd recht door zee. Ik ben keihard, ik ga nooit de waarheid achterhouden. Ik zal altijd vertellen wat ik kan onderbouwen ook. En als mensen vinden van ja, wie is hij, dan doen ze hun oren even dicht, want ik ga mijn mond niet houden, dat is één. Twee, doe ik het juist voor de mensen die wel behoefte daaraan hebben. En drie is, de mensen die nu niet begrijpen waar we naartoe willen, wat we doen, die gaan het met de tijd wel begrijpen. We zijn, of ze willen of niet, zijn we gewoon familie. We zijn één grote familie als mensheid, snap je? En
wij gaan gewoon door. En ze gaan op een dag gaan ze de brotherhood en waar we voor staan respecteren. En ze gaan het fijn vinden dat er iets is zoals onze brotherhood. Oké, en uw naam staat op het lijst van VAP en u bent in Suriname. Hoe voelt u veilig? Voelt u u veilig? Hoe staat de veiligheid van u? Ja, ik ben sowieso een jongen die niet zo bang is aangelegen, hoor. Dus eigenlijk kan je zeggen, vaak als er iets spannends daar te doen is, ga ik juist daar. Dus er is bij mij geen angst, helemaal niet eigenlijk. Het was even spannend op Zanderij natuurlijk, van wat gaan ze zeggen, wat dit. Maar ik was er zo doorheen, dus... Ja, ik heb geen problemen met veiligheid. Ik voel me veilig. Ik heb elke dag broeders om me heen. Broeders die mijn beveiliging ook zeer serieus nemen. En dat stel ik heel erg op prijs. Dat er broeders zijn die me hebben opgevangen en ook in staat zijn om me te beschermen tegenover wat hier gebeurt. Dus ja, dat is belangrijk voor mij. Ik waardeer dat heel erg. Oké, dus tot nu toe is alles vrij rustig. U geniet van Suriname, maar daarnaast doet u uw werk rustig. Uw plannen gaat voor waarvoor u hier zo in Suriname bent. Nogmaals, sorry, hè? Uw plannen? Mijn plannen? Ja, dus het doel waarvoor u bent gekomen om Surinamers te helpen. Dus alles gaat nu tot nu toe smooth. Alles gaat smooth, ja. Ja, want ik ben hier niet gekomen om te protesteren of iets. Ik ben hier gekomen om bewustwording te brengen. En... dat is ook de reden waarom we eigenlijk hier voor het beeld zitten van koningin Juliana. Omdat ik de mensen bewust wil maken, de kijkers bewust wil maken, onze community bewust wil maken dat een klein voorbeeld, wat voor een waarde heeft dit beeld achter ons voor de community. Beseffen we als Surinamers wel wat deze kolonie ons heeft aangedaan. Beseffen we dat waar we nu in zitten allemaal door toedoen is van de nasleep van wat hier allemaal gebeurd is en op de plantages. En hoe gaan we de knopen doorhakken om weer verder te gaan. Dus dat allemaal wil ik in een programma van bundeling bij de mensen aan het licht brengen. En als ik dat kan bereiken, dan ben ik al heel ver, denk ik, man. Om de bewustwording bij de mensen aan te wakkeren van... hey, zo'n beeld hier van koningin Juliana, wat voor waarde heeft het? We hebben toch onze eigen strijders, kom op, die ons hebben vrijgevochten hier en alles. Waarom moet deze vrouw hier de grootste standbeeld hebben? Dus als het aan mij lag, zou ik zeggen, schenk het weer terug aan Nederland en zet een strijdersbeeld hier van onszelf op. Laat ze het komen ophalen. Hier is waterkant, ze kunnen precies hier aanmeren. Een grote dingen heftruck, bam, gooi op schip weer terug naar Nederland. Want we hebben niks aan dit soort dingen. En men kan dan misschien denken, ja, wat heeft dat beeld ermee te maken? Maar alles begint met een, alles heeft een begin, snap je? En nogmaals, dit waar wij in zitten, of waar de Surinamers nu in zitten, moet ik zeggen, is allemaal hier begonnen. En ik wil dat samen laten vloeien met het excuus wat uit Nederland gaat komen, of is gekomen, over de slavernij en de daarbij behorende tegemoetkomingen, financiële tegemoetkomingen. Want ik denk dat het belangrijk is om te weten dat er, iedereen die het volgt weet, dat er 777,7 miljard euro buiten is gemaakt tijdens de slavernij. En dat daar een terugbetaling van komt van Nederland. Het zal misschien niet die volledige bedrag zijn, maar gaan we deze regering vertrouwen met de gelden die er vanuit Nederland naar Suriname komen? Is dat in mijn optiek is dat bijna ondenkbaar. En wil ik de Surinamers graag vragen om daar even een stokje voor te steken. Want we moeten gaan organiseren, we moeten weten waar wat vandaan komt, wie ons vertegenwoordigt. Waar het geld naartoe gaat, welke verenigingen, stichtingen zijn ervoor aangesteld. Want anders gaat het niet goed komen. En 1,2 miljoen euro is al hier niet veilig. Toch? En let staan zulke bedragen. En daarom wil ik graag mijn community, de Black community vooral hier, echt vragen van luister mensen, we moeten echt samenkomen en gaan praten hierover. Over het feit van
even los van... Kijk, wat je kan zeggen, Greg, jij bent van Nederland, je hebt hier niets te vertellen. Dat klopt. Als het gaat om politiek en verkiezingsdingen heb ik niets te vertellen. Maar als het gaat over slavernij... Dan ben ik een kind van Honoribo, ik ben een kind van de plantage. Dus dan ga je mijn stem horen. En ik ga mijn bijdrage leveren dat de mensen bewust zijn van wat er speelt. En waar het vandaan komt. En ik denk dat dat nodig is in het land. Want ik hoor andere mensen, activisten, actievoerders, hier niet over praten over deze dingen. En het zijn hele belangrijke dingen. We praten over generationele armoedebestrijding met 777 miljard. Snap je? Het zijn grote dingen. Dus vandaar, dat is een beetje wat ik hier probeer aan het licht te brengen bij de mensen. Je kan zoveel dingen hier zetten, snap je, maar uitgerekend dit beeld moet hier blijven. En in plaats van het gewoon ons doen verlichten, moeten we elke dag... Kijk, als ik hier langs rijd, ik heb pijn aan mijn lichaam, want ik voel die slavernij als ik op deze plekken kom, snap je? Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik ben bewust daarmee. Dus ik voel dat dit dingen zijn die het land achterin houden. En we moeten daar met z'n allen naar gaan kijken, man, want het zijn dingen die ons aangaan. Oké, bedankt meneer Gregory Wijngaard. Tot slot ga ik u vragen, wat is uw boodschap naar de Afro-Surinamers, de Surinamers toe? Ik ben op dit moment hier voor de Afro-Surinamers. Dus ik wil niet zeggen dat ik iets tegen andere bevolkingsgroepen heb. Maar wij hebben het nodig. De black community heeft het nodig. Dat er bundeling op gang komt, maar dan wel in het belang van de community. Dus niet in geen ene politieke partij, bundeling voor de community. Dat wil zeggen programma's uitschrijven om activiteiten te ontplooien waarin wij onze geschiedenis gaan leren, ons cultureel erfgoed gaan terughalen, zodat we weer weten hoe we onze gezinnen en onze brotherhood, onze tribes bij elkaar kunnen houden. Want dat is wat ons destijds koningen heeft gemaakt in Afrika en heeft gehouden. Dus Dat is wat ik mee wil geven. Normaal zou ik zeggen van blijf volgen en met mooie praatjes, maar dit is gewoon iets heel serieus. Dus laat ze daar als laatste mee aan de slag gaan. Ga googlen, de jongeren vooral. Kijk niet te veel, luister niet te veel Frenna en die dingen. Google af en toe een paar dingen waar je wat aan hebt, waarmee je verder komt, waarvan je weet van hey, hier heb ik vragen over of ik heb interesse in de geschiedenis, vraagstukken. En dan ga je zelf zien dat je bepaalde dingen niet meer gaat pikken of accepteren, want we are kings. Snap je, we zijn koning en koninginnen. Onze geschiedenis is niet alleen maar slavernij. We hebben veel meer dan dat. Dus ik hoop dat de mensen daarvan bewust zijn en vooral de jongeren. En dat ze daar meer in gaan verdiepen, zodat over 10, 20 jaar onze community, de mensen, veel sterker voor de dag komen en zich niet op deze manier door welke regering dan ook laten behandelen. Oké, dankjewel meneer Gregory dat u een kort gesprek met ons wilde hebben. Zo volgers en kijkers van Kulturo TV, we zijn aan het eind gekomen. Dat was de heer Gregory Wijngaard. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In me ati, srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora komt nieuw weer. Bronzi Albina, Dena Ina stil weer. Dapé, she's an a beautiful. Dapé, she's an a wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dapé go shisana beautiful, dapé go shisane. Warek mo toifu,
Okangi mato, te ukba play dun. Ya we go stuka, fuka bereik dun. Ma we kong baka srana. De voorbereid boom. Uzre fe firen alibi e eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Fukom baka srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe een heilig stand. Oh, pijnig man, maar die man is veilig zijn. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die baka? Ze wan atras, ze wan koe is die baka. Hoe begi papa? Hoe is die mama? Want dat wan si afaya lit die baka. Trana mushain. Was pet die baka? Begi god of knapa, hoe vet si en baka? En wie si fara? Maya baswaki. Taora lobi in you ati. Oh, your vaderland. Suriname is your vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is your vaderland. Me begete gute mi dede mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me me biges parno komita dit mi grifi. Who want chins and food, they chief me kanyang. And they want sada Europa, o me yari etang. My fears, they sre fi, like one jaja sranaman. Who no hor not low, tambri bi no sre fi. Who na de west sranaman. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in me ati, srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn Ik wil daar komen, ik pin naar hier als een raad. Wambari Teana, we gaan naar cultuur TV. Ik kan naar dat peuwang. Ja. Hey, voor het nieuw. Go look up to new Kulturu Yusu Paste Fastratis Refbuntu Undeva new Sadef Arkina new Kulturu Yusu Paste Fastratis Refbuntu Suriname so un hela clan Mako Depti hela kwan Weshi Alas my sari Alas my body, my efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang. Beno wa soma, no abif kwari. No abif sari, yeah. Baya kriyoul, ya fans of shini. Esha idoule in distance of enemies. Dambo taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo ve gro. Bete grijden en juki aan het dollen. Kon ik op volle.
was so smart and sa biggie biggie. No, we go ask her for luck if they low babble late. We go arga problema for the smile in the wake and really be sweetie. So long as I pay you the West Wing committee. Yeah. Druk tap alleen, make we stelling op prijs. Sterker kan wel, want United say wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na eigen gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Pak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistieken schrijven overweeg dat. Ja, had je iets tegen in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wa klari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u hape in ei parki. We de tapas trati, ka kwang ai kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai kwang a de steiging. Efu vergelijk ding, u a babo weis dwen. Gonna believe thing. A problem for follow na de staking. That make we tamita follow for the ta ace thing. What to po weary come for the coach is getting a hunap the thing. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Paste fast gratis respuntu. Ude baniu. Sadef Arkina New Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Refuntu.